Ja. Ja. Heb ik nog positieve dingen over mij? Ja. Hey kijkers, Michael Adesterms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Build Battle. Ik ben vandaag samen met de enige echte van de echte van de enige echte Build Freak. Oftewel Giel. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay, jij er klaar voor? Ja, als jij nou even die windmolen uitzet, dan ga ik in ieder geval een water meer eromheen maken. Dus als je nou even opschiet en je doe eerst even alle pilaren neerzetten hoe je hem wil hebben, dan kan ik... Oké, dit wil je zo? Ja. En er komt nog één randje omheen van steen, dus. Ja, oké, dan ga ik gewoon hier slopen. Zo, maak ik hier een vijver, dan weet je ook meteen wat ik van plan ben. Mm-hmm. Zo, hier komt allemaal water. Echt alleen maar water, dat werkt echt super snel. En hier ben benieuwd of mensen ook gewoon echt gewoon de molens gaan maken. Niet van die windmolens, van die energie opwekkende dingen. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ben heel benieuwd. Er is in ieder geval één team al geleft. Oh, wel. Ja. Waar kun je dat zien? Of, oh, dat zie je rechts, niet. Toch? Zie je gewoon hoeveel teams er nog zijn. En als er 14 zijn, dan zijn het er 14. Dan heb je iedereen. Wat is mail, ja. Wat is mail? Google. Milkshake. Lol. Volgens mij is het ook windmill hoor. Jij bent schilder. Thank you, zegt hij. Nee, het is niet windmill. Een mil, het is een molen. Ouderwets. Windmill is die nieuwe schijf. Ja, als jij het zegt, dan moeten we allemaal Giel gaan geloven. Ik heb in ieder geval bijna dit eruit. En aan de andere kant ga ik een heel granenveld maken. Cool, cool. Ja, mee eens? Dit ding even opvullen. Want dat is meestal waar molens mee geassocieerd worden. Ja. Dat wel, maar in Nederland was het voor waterpompen en zo, hè? Ja, ook voor malen. Steen, ja. Ja, maar dan gebruikten ze paarden voor, weet ik veel. Nee. Ik weet het, ja, niet alleen. Ho, geheel gelegen geschiedenisboeken. Ja. Ja, ja, okay. Nee, niet ja, echt ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ik zal het doen. Oké, okay, nee, prima. Even kijken, morgen laten we in ieder geval hier de boel... Even alles invullen met water. Water. Want konden die dingen ook, hè? Polders leegpompen. Ja, dat weet ik. Ik zie je. Dat weet ik allemaal. Dat is vroeger gewoon konden. Ah, hij is opgevuld. Nice. Oké, wat vind je van de plas? Ja, water. We gaan hem ook wel iets meer die kant op doen hoor. Kijk zo. Ja, zo ja zo'n riviertje. Je moet zorgen dat het riviertje ook nog door de weedveld heen gaat, ja? Ja, is goed. Als je het ook... Maar dat doe ik straks wel. Ja. Gewoon een heel mooi, klein, rustig riviertje. Een rustige omgeving. Rustig. Rustgevend. Heerlijk, alles zen. Af gewoon. Rustig. Rustig. Dat kan ook. Rustig. Maar ja, dat is niet meer zo rustig. Hop. Welke kant moeten de wieken op? Dat mag jij weten. In ieder geval, ik ga nu een beekje maken door de wheat farm heen. Kan ik hem richting het waterkant doen? Omdat daar veel winst is. Wat zei ik net? Ik mag het weten. Ja, helemaal goed. Duidelijk. Kijk, dit is het beekje, ja? Ja. Maar ik wil hem wel richting het wheatfield. Die gaat erachter komen dan, of niet? Hier komt een wheatfield, ja. Ja, oké, dan maak ik hem hier. Heb je een mooie water op de achtergrond. Oh, yeah. Oké, nu moet ik een ho hebben. Een ho. Mm-hmm. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Ho, ho, ho. Komt er ook weer aan binnenkort, hè? Ja, heb je er zin in? Ik best wel. Ik vind dat altijd wel gezellig. Ik ook. Mensen hebben soms ook iets tegen, weet je wel, dat die nummers allemaal in je hoofd gaan hangen, maar ik vind het wel gezellig. Het heeft wel iets. Ook al wordt het niet echt nadrukkelijk veel gevierd in Nederland. Ja, Amerika is beter gevierd. In Amerika is 10 keer zo goed qua vieren, maar ik vind het ook niet zo gek, want wij hebben ook nog andere dingen zoals Sinterklaas en zo. Ik vind kerst gezelliger dan Sinterklaas. Ja, dat snap ik, maar ja, als jij... Ja, ik weet niet. Ligt er maar net aan hoe je het hebt meegemaakt. In Nederland is het bijna niet zo. Ik vind... Daar ben je het wel eens, toch? Dat het in Nederland heel weinig is. Wat, kerst? Ja. Ja, weet je, het is er wel, maar niet echt zoals het in Amerika op gebied. Nee, snap ik. Alleen ik vind kerst, ja, gezelliger. Ja, dus lichtjes, vooral als de sneeuw ligt dan, dat is helemaal ideaal. Ja, ik vind kerst echt gezelliger. Daar ben ik het ook mee eens. Dus Sinterklaas fans, die gaan vandaag niet redden. Ja. Nou, ja, sorry. Zou je niet redden? Ik vind kerst gewoon gezelliger. Dus met familie, bla bla, gezellig. Ja, gezellig boompje erbij, lichtjes. Precies. Nog meer. Oh my god, hopen dat dit afkomt. Ik hoop het. Ja, kijk wat ik nog allemaal moet doen. Ja, als je nou daar even gewoon beat neerzet. Oh, laat maar, je bent er gewoon puur op bezig. Ja. Zoals het zag dat niet. Legt weer. Even hier wat water doorheen leggen. Een beetje van die afgestroomde bakens. Zo, kijk. Ja, nee, ziet er leuk uit. Oh, ik hoop dat het werkt. Otherwise, we have a big, huge problem. Big, huge problem. Hoppatee. Ja. Hoe gaat het bij jou? Goed? Ja, kijk maar omhoog. Zo, nice. Hey. Ik ben nog echt niet klaar met alleen het ding is met de ho. Ik kan me vergist in het ho-werk. Holy chips. Kom maar. Oh yeah, kom maar hier. Want op zich, het gaat wel wat beter dan eerst. Ja, toch? Oké, als ik in ieder geval deze rij vol krijg met wheat... En dan ook nog wat boomwil eroverheen kan mieteren.
Ja, dan heb je toch een beetje... Bijna 30. 31. Oké, okay, kom op. Hoeveel ben jij? Bijna klaar. Oké. Okay. De wiekers zijn af. Mooi. Oh my god. Oké, 15 seconden, Vincent. Ja, kijk waar ik mee bezig ben. Snel hier nog wat. Ah! Oké. Okay. Nou, het dak is niet af. Nou ja, het staat. Sorry, ik mag eigenlijk niet lachen, man. Superpoep. Ja, nee, man. Dan kunt er niet meer aankomen. Wat is dit? Hij van TNT. Ja, maar ja, we moeten wel eerlijk stemmen, hè. Ja, ja. Het is geen molen. Doe dat. Nee, jammer, mee eens. Helaas. Wel leuk dat jullie er zijn. Ik moest wel even heel hard lachen. Ja, vraagteken. Iemand weet niet wat het is. Oh, ze weten niet wat een mail is, want het is ook zo moeilijk. Superpoep. Nooit als je van als je RuneScape hebt gespeeld, dan weet je het ook. Ja, dat is waar. Dat is ook zo. Ja, maar misschien is deze leeftijd wel niet van RuneScape. Ik zit in het huis vast. Help. Oh, deze is wel leuk. Ja, ok. Ah, circle, ok. Hebben ze nog speciaal een gat gemaakt zodat je iemand erin spant dat je die kan bekijken? Nee, vast niet. Oh, ja, we geven hem een poep. Ja. Hij snapt het idee. Maar ook het is niet. Nou weer net niet. Het is net niet. Het is net niet. Net niet een mol. My name is Jeff. My name is Jeff. Ja, hij geeft het ook een dikke poep. Ja. Dat je niet naar de tekst gekeken is de mol ook poep. Dus ja. Amen. Oh, weer TDT. What the fuck? Ja, dit is een milkshake. Oh my god, ik hij zie het. Hij heeft het letterlijk serieus genomen. Windmolen. Jongen, windmolen. Hij doet een milkshakje. Wat doen we? Ja, ok. Oké. Okay. Weet je, leuk dat het gebied ernaast zit, de beat en zo. Maar het is niet echt zo van wauw, weet je wel? Nee, het is niet zo van wauw, weet je wel. Ik geef dit dan een goed, vergeleken met alle anderen. Ja, maar... Nee man, die beat kloppen niet eens. Oké, ok. Ja, maar ze kwamen echt zo op het punt van... Ik kan ze niet langer maken, want dan gaan ze door de grond heen. Dan hangen ze op de grond. Oh my god, nee, mensen zijn serieus bezig geweest met milkshake. Superpoep. Ja. Maar alsnog, het is niet milkshake. Ja, 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 alleen dit ding. Kijk alleen dit ding. Ja, ik snap hem. Getsy, kletsy. Hupkee. Wauw, nice. Nice. Nou, we gaan het zien, meneer Vincent. Legend. Dat weet ik niet. We zien nog geen legend. Nee, geen legend. Helaas, dit kan niet. Milkshake, superpoep. Oh my god. Mensen, trap daar nou gewoon niet in. Er staat toch mil? Ja. Google desnoods, weet ik veel. Als je niet weet, gewoon zoeken inderdaad. Google is altijd nog mil. Zeg altijd, Google is je beste vriend. Ja. Wat doen we dit? Dit is een okje. Okje. Ok. Bijna een poep, maar ik vind het een leuk dak. Oh my god, GG, 209 punten. Giel, goed gedaan. Nou, op naar de volgende battle! Oké, Gielerino, we gaan vandaag een knutselkoffer maken. Een knutselkoffer? Ja, je weet wat ik bedoel, een timmerkist. Ja, een timmerkist. Ik ga hem wel even helemaal omhoog maken. Gewoon eerst even recht en dan gaan we later er wel 3D in toevoegen. Ga jij maar de boel een beetje invullen hoe hoog je het wil. Oké, tot met hier denk ik. Ja, dat is wel een goeie. De bovenste laag hoef je nog niet te doen, hè? Nee. Hij moet open altijd zijn. Ja, wat we gaan doen... En hij heeft van die kleppen. Ja, dat klopt. Laat me zeggen, als je naar binnen kijkt, dan zie je de zwarte onderkant met allemaal grijze schroefjes en shit erin. Maar je hoeft er niet helemaal in te kijken. Dus doen we er een laagje zwart overheen. Ja. Oké, okay, ik ga eerst even helemaal opvullen, ja? Ja, en dan gaan we daar uitstekende moersleutels en hamers en zo in douwen, weet je wel? Ja, cool. En het gaat helemaal goed komen. Sympathiek vraagt. Ja, toch? Ja, voor deze ene keer. Morgen niet meer, oké? Okay? Niet? Nee, vanaf morgen is het klaar. Oké. Okay. Vanaf morgen mogen we geen toolboxes meer maken, jongens. Dat is verboden. Yep. Dat in de Vincent-wet. Staat in mijn wetboekje. Ik zal het onthouden. Dus anders komt Vincent achter je aan. Dit gaat nog wel oké op zich. Ja, toch? Ja, het opvullen is niet echt het leukste werk, maar hey, weet je, ik kan beter het opvullen doen en jou het bouwen laten doen. En dan dat we straks elkaar tegemoet komen en helpen. Mm-hmm. Sneller dan dat jij hier zit te kloten. Nou. Ja, ik weet niet. Ja. Echt zo'n vies Giel, zeg je. Ja. Vies Giel, zeg je. Ja. Ja, jongen. Ja. Yeah. Wat moet ik er nou mee? Ja. Yeah. Ja. Wat moet ik hier nou mee dan, jongens? Wat doe jij? Mee? Ja. 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 Heb ik nog positieve dingen over mij? Ja. Ja. Gaat lekker, hè, Giel? Ja, heerlijk. Ja. Ik zeg gewoon heel simpel ja. Ja. Oké, ik heb bijna dat ding ingevuld, Giel. Ja. Ja. Echt bijna. Ik weet het. Ik ben bijna klaar. Ja. Ja, hou nou eens op. Oké, boom. Ik zal even de onderrand weghalen weer. Oké. Dan heb ik hier een moersleutel. Een hamer. Gaat het wat worden, denk je?
Ik hoop het. Ik ben nu de boel weer aan het slopen onder vorm. Hoezo ben je al zo aan het slopen dan? Dat weet ik ook niet. Moet toch eerst bouwen? Ja, I know. Maar ik ben het gewoon aan het slopen nu even. Omdat? Weet ik niet, vind ik mooier. Mijn koffer is nooit recht. Kijk die hamer. Kijk hoe pro. Ja, wacht even. Ik ben bijna klaar. Bijna het rondje rond. We maken een kringetje van jongens en van meisjes. Giel, die hoort toevallig bij de meisjes. Ja, la, la. Maak nu een buiging. Ik heb dat nummer echt zo lang niet meer gehoord. Dat is niet normaal. Echt? Dat is niet normaal, joh. Ja, vind jij het normaal dan? Dat is niet normaal, joh. Iets wat je van vroeger hebt geleerd? Dat is in één keer... Wat doe je nou? Wat doe je nou? Een scharnier. Hij moet het dicht kunnen, hè? Oké, dan lekker een scharnier maken, Giel. Ah, en dat hendeltje dat kun je dichtklappen, zo. En dan maak je daar de deksel op. Nou, dan maak jij lekker een deksel erop. Toch? Toch? Mag dat? Ja. Yeah. Je kan het niet, hè? Je kan het niet. Ik kan het wel. Yeah. Nee, ik kan Harald, het niet. Het klinkt gewoon vies. Giel, Giel die met... Zo klinkt dit. Zo vies klink hebben, jij. Zo vies klink jij gewoon. Ik klink vies. Ja, zo praat jij. Oké. Terwijl je opneemt, moet spugen of zo. Je wil ja zeggen, maar... Het valt reuze mee, vind ik. Maar oké, dat is jouw mening. Oké, sorry. Ik zou ophouden met het grapje. Oké? Ja. Gratie, daar je Giel. Dan ga je gewoon weer verder, hè? Oké, de deksel eraf. Moet er geen logo op? TNT-kist of zo? Kijk, ik vind hem wel vet voor wat de tijd dat we nu hebben, joh. Kijk dan. Heb je gezien wat ik heb gemaakt? Ja, ik zie het vette ronding erachter. Ja, het zit erin. Moet toch wat in? Nou, is het afgelopen. We zijn klaar. Maak even een mooi ding, een slotje naar voren of zo. Een slotje. Okay, met heads. Cool. Ja, we willen gewoon zo kijken. Waarom doe je niet anders? Oh ja, dat wil ik dus ook doen. Zo. En dan een hangslot erin, ja? Of wil je dat niet? Nee, dat is wel prima. Kijk wat ik hier in mijn hand heb. Oh, wel. Verkeerde slaps, hè? Ja, maar maakt niet uit. Het ging om het idee. Oké, ga een TDT-kist van maken, ja? Nou, maak jij een TDT, dat ga je nooit lukken. Dat is veel te klein. Dus zou me niet doen. Stop nou, doe nou niet. Dan nee, gaat het fout. Lijf er nu van af. Het is af. Maar... We hebben het goed gedaan. Ik vind het klaar zo kaal. Is het. Ja, maar klaar is pindakaas. Het is goed. Het is klaar. Okay. Soms moet je ook dingen los kunnen laten. Oké. Okay? Dus... Nog wel even een schroevendraaier. Nou, dan maak jij een schroevendraaier. We wachten op de stemronde. Ik ben reuze benieuwd wat mensen ervan gaan. Oeh, ik ook. Ik ben heel benieuwd. Oh my god. Dit is toch dus... niet te vergelijken met wat wij hebben. Hij heeft, ook, hij heeft hem ook open. Hij heeft hem open. Er zit een schroevendraaier in. Ja, dat is wel ja, een moe sleutel. Ik geef hem een ok. Ja, je zou ook... Oh my god. Ja, waarom een huis? What the ik geef hem een ok, meer niet. Dan is het ook klaar, weet je wel. Wat doen al die villagers? Hij heeft no clue. What the fuck? Oké. Okay. De man is wel leuk. Ik geef hem een ok. Ja. Waar gaat om toe? Waarom die auto? Waarom, wat is dit? Een cd of wat? Hij is de auto aan het repareren. Snap dat nou? Ja, maar wat is dat ding? Dat geest. Nee, hij repareert gewoon de auto. Het is gewoon onduidelijk. Ik geef dit ook een ok. Ja, dit is zo'n overtreft ons doos. Nog niet. Dit is een zaag. Tof gemaakt. Oh ja, die had ik ook nog wel kunnen doen, ja. Maar ja, die steken toch niet recht. Nee, dat is waar mee eens. True dat. Oké, wat de fuck is dit? Ja. Ah, ik weet wat het is. Wat dan? Een poep. Ik heb niet sorry, gefoto, of weet je dat? Ik weet niet, wat gebeurt als je niet foto? Maar het is volgens mij een goed of een oké. Okay. Wow! Wow! I'm looking for beer. Weet? I'm looking for beer. Dat is weer zo'n nee, looking. Kistje. I'm looking ja, weet for ik, beer. De naam was al genomen, denk ok. ik. Ok. Ja, klopt. Dat vind ik er goed. Alleen echt? Al aan de grote. Oké, okay. Maar ja, als jij het zegt, ik vind het een beetje te vierkant. Ja, weet je, ja, weet ik, maar het is beter ja, okay, dan de gestemd. Okjes, ik toch? Ik heb goed gestemd. Oké, okay, vooruit voor deze ene keer. Ik ben trots op je. Ja, wat moeten we hier nou van denken? Laten we maar een poep geven. Ja, voor TDT poep. Zou ik legendary doen, maar nee, poep, sorry. Het spijt me. Ik kan sorry. Echt niks anders maken. Hey, GG! Giel, we hebben weer gewonnen. Ja, nice. Woehoe! Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Build Battle. Vond je het leuk? Druk alsjeblieft op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op The Builder Freak. Mijn kanaal is steun, mocht je dat gaan hebben, superheld. Zeg tegen jullie mensen natuurlijk tot de volgende keer. En ciao! Yo!